De eerste rendieren zijn gespot en de wegen worden steeds witter en witter. En dat betekent ook gladder. De mannen van Veldspek lagen er even naast, maar gelukkig is daar de sterke hummer. Zonder al te veel erg konden Garben en Stefan weer verder. Wim en Jan Heijn zijn ook lekker onderweg. Wim aan het stuur. Ja hoor, gaat helemaal lekker hier. Zesde plaatje in de eerste etappe van vandaag. Tweede etappe gaan we het niet over hebben. Daar komt iemand langs. Hey, toppers! Hey! Lekker hè? En ja, zo gaat dat dan. Patrick hangt de halve koers uit de wagen voor de mooie plaatjes. Maar je moet er wat voor over hebben. Op het Waypoint konden we eens even rustiger praten. Het is heel gezellig bij ons in de auto. We genieten enorm van de mooie omgeving. Mijn maat is voor de eerste keer mee. Die kan heel goed navigeren. Hij navigeert zo goed. Hij gaat ons gewoon naar de afgesloten wegen navigeren. En dan kunnen we niet verder. Nou, we voeren zorgvuldig de coördinaten in van de eindbestemming. En we gaan zorgvuldig kijken of we de goede routes kunnen pakken met de bonuspunten. En vanochtend leek dat een heel goed plan. Gewoon goed doordacht. Niks aan de hand. Maar ja, je kunt niet zien op 150 kilometer of een weg is afgesloten. Dus ja, helaas. Jammer dan. Maar goed, Wim zei net al, we hebben het gewoon gezellig. Dus dat komt altijd goed. Ook de homerunners zijn aangekomen op het Waypoint. Maar de nieuwelingen hebben nog wat moeite met het spelletje. Beetje stress, beetje niet stress. Hard rijden, zacht rijden, veel strafpunten. Wie heeft de stress, jij of Wendy? Nou, ik heb stress van Wendy. Jij krijgt stress van Wendy. En Wendy van mij. Ja, dus we hebben nog niet zo goed. We hebben nog niet onder controle. Het spelletje zeg maar nog niet. Dus Wendy is daar bij de mede-teams aan het uithoren. Of we daar ook beter kunnen doen. Aan het einde van de week zitten wij vooraan erbij. Nou ja, de weg vinden valt niet mee, laat ik het zo zeggen. Nee. Maar het komt wel goed. Een klein beetje ruzie hoort er soms bij. Want dan kun je het ook weer lekker goed maken. Vooruit dan. Ja, we gaan ruzie maken. Dat komt gewoon helemaal goed. Dan gaan we gewoon samen doen en anders niks. We gaan weer rijden, want we zijn alweer een kwartier te laat. Met die zeven hier. Gaan we doen. Oh. We gaan verder. Hey, hou Navigate North is mede mogelijk gemaakt door Stickermaster, Anetwerk Personeelsdiensten, Netstaff en Interforce.